Ik lees voor Schielandhuis. Hartkamer van Rotterdam, in jou wordt bewaard, bebloede witte vlag, waarmee je over de Maasbrug ging, damals, richting de Moffen, de onderhandelaar, de zogenaamde parlementair. Op zijn terugweg vielen als eerste de bommen. Godswonder, enkel jij bleef overeind, een soort kleurenfoto uit de Hollandse Renaissance, een zwart-wit verwoeste stad. En toch, uiteindelijk kregen ze jou, de filiaal van Madurodam, toch nog klein, heel klein, de banken rondom je, de towering inferno's van glas, hun Maas is de Styx. Maar wat kun jij, Lady Bulkestein, daaraan doen? Je staat te midden van een blinde arrogantie, opgetuigd als een boerenmolière. En niemand ziet je vanwege naaktheid, totaal gerenoveerde assenpoester, hoe je knielt, kokzuckend, de Robeco, de HBU, de Fortus en de Rabobank, spiegelen van het naoorlogs Rotterdam, de glazen muil. Ja, dit gedicht in Querela Marcus, de klacht van de vrede, is een Erasmus, dat heeft als motto, dulce bellum in expertis, de oorlog is zoet voor hen die hem niet ervaren hebben. Vrede is vrijwel altijd arm, vaak mismaakt, bovendien en op de vlucht voor een oorlogsfront. Zie achter vredes rug, gekropt van angst, strooien luchtkaskades, onophoudelijk bontapijten. Zie ook haar kleren, vuil, geraveld, waaruit borstenpuilen zwaar blauw beademd. Waaraan lurkt in dat heel ziek joch. O westerling, wat te doen? En er zijn nog zoveel gironummers voor u. En zij is niet de Mona Lisa, nee. Zij schreeuwt, onhoorbaar, op Pablo Picasso, tot een baskenvrouw met kind op de Guernica, dood, alarm. Erasmus kapittelt zijn universiteit. Waarom ben je zo verontwaardigd, collega, over mijn wetenschapsopvatting? Omdat ze topless je colleges bezoekt, je studenten afleidt van hun doodcomputers. Ach, draait het rad van de seizoenen niet gewoon door? Worden de Tibetanen soms niet langer afgeslacht? Anders de mensen op Oost-Timor of aan Darfur. Houd toch op, penisnijder, en alsmaar oorlog voeren. Symposia gaan over Eros, als in Socrates. Laten we liever samen een tiet construeren boven de Laurenskerk. Een hele grote tiet aan het heelal. Kunnen de Rotterdammers eindelijk gaan drinken. En tenslotte, de Dalai Lama. Dalai Lama, toekomstig ereburger van Rotterdam. Ik kom uit Tibet, hoe kun je dat horen? Godzijdank, want in mijn lingua mamalis moeten immers zowel het Erasmusbeeld als de Euromast zich onsterfelijk verstaan met de droomtekens van de aboriginals. Mijn lied is immers het lied van alle continenten. Hoor dan hoe ik naar u toe reis in een gouden zeppelin, Rotterdam in verval, ik kom u troosten. Weg dus met de eeuwige honger naar de kratons van de Manhattan. Dit klopt nu eindelijk zo'n vrolijk millennium, enkel de schadelummeriks, bijvoorbeeld over Afrodite. Geboren uit schuim op Kruiswestvlaaien en patisserie aan de Jonker Fransstraat in Sao Paulo. Want van Zuid tot Noordpool strekt het zich immers uit, het heiligrijk Rotjeknor. Aldus is ook de Dalai Lama een geboren Rotterdammer. Laten we bidden dat hij nu spoedig mag uitrusten van zijn ballingschap op aarde, ons geliefde grote kerkplein. Die dag zal het immers eeuwig vrede zijn en heel het heelal. Free Tibet! Hartelijk dank, dichters, Rotterdamse dichters voor vrede. Manuel Kneepkens, Hans Bab, Yara Biranova, Hester Knibbe, Jos Knoop en Jan Oudenaarde. Goedemiddag mevrouw. We zijn hier op het Doenja Festival 2008. En u hebt net een gedicht gehouden. Waar ging dat over? Want ik ben een stukje misgelopen. Zou u dat nog eens, nogmaals willen toelichten? Nou, het is natuurlijk niet één gedicht. Hè. Ik heb 5 minuten gevuld met allerlei gedichten. Maar wij zijn dus Dichters voor Vrede. Dat is ontstaan in 2003. Toen Amerika Irak binnenviel, als het ware. Daar waren we het niet mee eens. Dus we hebben een groep gevormd. We hebben ook een boekje gemaakt met gedichten voor vrede. En zodoende worden we vaak gevraagd om onze aanwezigheid als het ware te betuigen. Ik weet natuurlijk wel dat je geen vrede kan stichten alleen maar door gedichten. Maar het is natuurlijk wel zo dat je toch misschien wel de mensen aan het denken kan zetten. En dat proberen we te doen.
Ja, daarom. Want meestal moet je met wapens kracht bijzetten. En dat is ook weer niet de oplossing. Wat moeten we dan, weet je wel? En, ja. Maar het probleem is dat je met wapens niets oplost. Maar als je wapens helemaal niet hebt, dan ben je natuurlijk ook... Dan ben je weerloos. Dus ja, dat is groot. Is zo moeilijk. Het is een heel grote dilemma. Heel grote dilemma. Maar goed. Ja, het is zo moeilijk, hè? Als het... Ooit is voor Amnesty International een spreuk gemaakt. En die wordt nog steeds verkocht op posters. En die luidt al dus. Als niemand luistert naar niemand, vallen er doden in plaats van woorden. En misschien is dat de oplossing. Ja, volgens mij wel, ja. Daar moeten ze naar leren luisteren, want dat kan je ook niet hebben, hè. Luisteren naar elkaar, ja. Ze moeten meer naar elkaar luisteren, want wat er nou gebeurt, dat kan even niet, hè. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee, het moet anders kunnen. En dat proberen jullie met de gedichten. Nou, we proberen jullie dat naar voren te brengen. Ja, aan het denken te zetten. Een andere sfeer te proberen. En ik denk dat op den duur misschien, als je allemaal je best doet, de sfeer kan veranderen. Ja, oké. Hebben jullie nog een website tot laatst? Nee. Geen website? Nee, wij zijn natuurlijk niet een organisatie. Wij zijn natuurlijk een groep dichters die dan af en toe bij elkaar komen. Maar wij zijn natuurlijk niet een soort organisatie met een website en dergelijke. Nee. Oh ja, nee. U werkt voor Amnesty International of niet? Heel vaak veel voor Amnesty International, ja. Toch wel? Ja, ja, ik schrijf ook wel eens gedichten voor bepaalde acties die ze voeren en zo. Dus ik ben, Dus je bent er echt bij betrokken. Ik ben al 25 jaar lid. Een heel actief lid. Dus, 25 jaar, zo. Dat is al een goede mol, hé. Ja, ja, oké. Ik heb reclame gemaakt voor dat nieuwe boekje van Amnesty, hè? Vrij, met een uitroepteken. En dat zijn gedichten van mensen over de hele wereld, van alle tijden, over vrijheid, vrede en het leven. Ja, daarom. 57 kopen, want 2,50 van elk boekje gaat naar Amnesty. Oh ja. Heel prettig leesvoer en je steunt daarmee ook nog Amnesty International. Amnesty International, ja. Dat het dus wereldwijd wordt en dat het niet op één land blijft hangen, want dat moet je hebben, hè? Dat zijn gedichten van mensen over de hele wereld. Ja, oké. Okay. En over vrede. Nou, mag ik u hartelijk veel succes wensen. Ik heb het heel graag gedaan. Veel succes, doe goed werk bij Amnesty, doet het al. Ga ermee door, zolang u nog kan. En dan geef ik de scepter over en dan gaan die mensen weer verder. Heel goed wat je zegt, zolang het nog kan, hè? Ja, zo oud ben ik nou ook weer niet. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, misschien dat onze wereld naar de knoppen gaat. Dus dat bedoel ik met zolang het nog kan. Nu kun je misschien nog iets redden, dat bedoel ik dus. Ja, er valt nou nog wat te redden, heel wat. En dan kunnen ze beter nu mee beginnen als op het laatste moment. Want dan is het te laat. Ja, het is nooit te laat. Het is nooit te laat, nee. Oké, dankjewel. Hartelijk bedankt. Doei.